Ik ben Marleen Beek-Visser en ik heb een thriller geschreven. De naam van de thriller is Stem. Mijn stem gaat over een jonge dame van 28 met een klein sociaal netwerk en een nietszeggend baantje. Iemand die niet gezien wordt. Zij komt er bij toeval achter dat zij een mooie stem heeft. En zij ziet daarin een mogelijkheid om eindelijk gezien te worden. Want zij bedenkt op een bepaald moment, krijgt zij een ingeving dat zij met die mooie stem mee kan doen aan de talentenjacht Stem. De talentenjacht zoals die in mijn boek heet. En vanaf dat moment heeft zij een doel voor ogen en gaat ze alles op alles zetten om deel te kunnen gaan nemen aan de audities van deze talentenjacht. Dus ik ben tijdens mijn schrijfproces meteen al veel meer in gesprek gegaan met uitgevers. Ik ben naar manuscripta gegaan, naar lezingen van auteurs. En uiteindelijk op het Zoetermeer Thriller Festival was het echt casie. Want daar stonden alle kraampjes van de thrilleruitgevers naast elkaar. Dus ik ben letterlijk van het ene kraampje naar het andere kraampje gestroopt. En ik voelde af en toe de ogen van bepaalde uitgevers wel in mijn rug prikken van, oh, nu gaat ze ook bij die nog langs. Dat voelde toch een beetje als schroom, van wat denkt ze wel, dat ze het hier voor elkaar gaat krijgen. Maar aan de andere kant had ik wel hele leuke gesprekken daar. En wist ik wel een paar uitgevers geïnteresseerd, wist ik wel interesse te op te wekken bij bepaalde uitgevers voor het onderwerp van mijn boek. Het verhaal is natuurlijk dat talentenjachten op tv nog steeds hot zijn. Iedereen heeft er een mening over, er wordt veel over gesproken. En eerlijk gezegd denk ik dat het ook puur en alleen vanwege het onderwerp is dat 4-5 uitgevers zeiden dat ze wel interesse hadden in dit boek en dat ik het direct naar hun persoonlijke mailadres mocht sturen. Ik hoefde gelukkig toen ook niet zo lang te wachten op hun feedback. Ja, rond diezelfde tijd kreeg ik een mailtje van uitgeverij Alessie in Arnhem in mijn mailbox. Waarin aangegeven werd dat zij veel interesse hadden. En dat ze eigenlijk per mail al een soort van voorlopige ja wilde geven op mijn boek. Toen heb ik maar heel snel daar een afspraak gemaakt. En dat gesprek dat verliep ook hartstikke goed. En ik voelde dat we door konden. En dat heb ik met beide handen aangegrepen, dat aanbod. En nu is het bijna zover en ligt mijn manuscript vanaf 10, nou niet mijn manuscript, mijn boek, met kaft, met voor- en achterkant en inhoud, vanaf 10 april in de winkel. Vast niet in elke winkel. Ik moet mijn plekje nog wel veroveren en daar ben ik ook druk mee bezig. En daarbij ben ik er wel een beetje van overtuigd dat ik moet proberen die vraag bij de lezers te creëren. En daar heb ik internet wel heel hard bij nodig, denk ik. Want hoe de hel is Marleen Beek-Visser uit Leiden-Dorp? Daar ben ik nu hard mee bezig, achter de schermen. En ook hier denk ik van, als je zorgt dat je daarin gelooft en als je dat uitstraalt en als je ook hier je stem laat horen, dan zal je toch wel op de een of andere manier in beeld komen. En dat gaan we zien. Vanaf 10 april, Stem. Een thriller over een obsessieve kandidaat van de talentenjacht.